Je hebt een sluis voor kleine boten. Ja, klein bootje. En een sluis voor een grote boot. Ja, best groot bootje. En je hebt de allergrootste sluis ter wereld voor de grootste schepen. Ah, die is wel groot, hoor. Het sluizencomplex van IJmuiden bestaat uit meerdere sluizen van verschillende grootte. De oudste sluis in dit complex is de kleinste, de Zuidersluis. En deze dateert uit 1876. Een tweede is de Noordersluis en deze dateert uit 1929. Het was toen de tijd ook de grootste ter wereld en werd gebouwd om maximaal 100 jaar mee te gaan. Nu, bijna een eeuw later, is deze Noordersluis nog altijd volop in gebruik. Maar met de toenemende omvang van de schepen in de afgelopen jaren werd het tijd om ook deze te vervangen. En wel door een sluis die alleen al door zijn afmetingen de andere sluizen doet verbleken. De zeesluis IJmuiden kan met recht de grootste zeesluis ter wereld worden genoemd en is sinds 2022 officieel in gebruik. Maar hoe groot de sluis ook is, het aloude principe van de werking blijft hetzelfde. Jan, je bent van Rijkswaterstaat. Daar staan we dan, de grootste sluis ter wereld. Maar allereerst, hoe werkt de sluis precies? De sluis werkt om het verschil tussen het waterniveau aan het kanaal en het waterniveau op zee, om dat op te vangen. We hebben bijvoorbeeld ook rivieren. Rotterdam is een rivier, dus die heeft geen sluis nodig. Hier is in 1876 een gat in de duinenrij gemaakt. En om eb en vloed op te kunnen vangen, heb je echt die sluis nodig. Dus als het vloed is of eb, zou dat water anders allemaal doorstromen tot in Amsterdam. Dat willen we niet, daar hebben we de sluis voor nodig. En waarin verschilt deze sluis dan weer met een gewone sluis? In principe is al jaren hetzelfde, al eeuw hetzelfde, dus hier ook. Het is alleen hier zo groot, dat is nog nooit vertoond. Het is 500 meter lang, hè? Dat zijn 5 voetbalvelden achter elkaar. Mm-hmm. Je kunt er 7 Boeing 747 kun je hier achter elkaar parkeren. En die passen erin, omdat hij ook 70 meter breed is. Dat is echt een gigantische breedte. En hij is 18 meter diep. Dat betekent dat er 630 miljoen liter water in zit. De nieuwe zeesluis in IJmuiden is nodig omdat de huidige Noordersluis door zijn bijna antieke leeftijd niet langer in staat is het scheepvaartverkeer naar Amsterdam goed af te wikkelen. Met een op- en overslag van meer dan 100 miljoen ton is Amsterdam de 4e haven van Europa en de grootste cacao- en benzinehaven ter wereld. Om de grootste schepen ter wereld veilig van het Noordzeekanaal naar de Noordzee te krijgen, stonden de ingenieurs voor een grote uitdaging. De grootste sluis ter wereld, die bouw je natuurlijk niet zomaar. Hoe maak je zoiets? Ja, dat doe je inderdaad niet zomaar. Het heeft hier bij elkaar 5 jaar geduurd. Van beginbouw totdat hij nu hier ligt en beschikbaar is voor de scheepvaart. En bij de bouw was erg belangrijk dat hij de bestaande sluizen op zijn plek bleven liggen. En dus de stabiliteit gegarandeerd werd. En het is ingevuld door de aannemer die hem heeft ontworpen en gebouwd. Door de diepwandmethode te kiezen. Dat is een methode die trillingsarm zorgt dat je een muur vormt in de grond. En de muren zijn nu ook de kolkwanden die je terugziet in de sluis. Naast de kolkwanden stonden de ingenieurs voor een nog grotere uitdaging. De gigantische deurkassen. Want de grootste zeesluis ter wereld heeft ook de allergrootste deuren. Die bij het openen van de sluis wel in de deurkassen moeten passen. Dit werd bereikt door de deurkassen te bouwen via de zogenaamde caisson-methode. Een caisson is een betonnen constructie die men laat zakken door grond onder de constructie weg te graven. Een caisson wordt toegepast bij diepliggende bouwwerken die deels onder water moeten komen. Door het zand zorgvuldig onder deze kolossale betonnen gevaartes los te maken en weg te spuiten, zakken de caissons aan weerszijden van de 500 meter lange sluiskolk onder hun eigen gewicht 18 meter de zeebodem in. Deze gedurfde bouwmethode is bedoeld om het heien van zo'n 1200 funderingspalen uit te sparen. De caissons op de zeebodem huisvesten de bewegende sluisdeuren die worden aangedreven door krachtige elektromotoren, die weer op hun beurt de immense sluisdeuren via een rails in beweging zetten. Tim daalt samen met onderhoudsingenieur Linda Rikke diep de deur in en ja, dat is behoorlijk indrukwekkend. Ongelooflijk. Het is echt ontzettend groot. Ja, ja. Klopt. Een sluisdeur aandrijven, dat is natuurlijk niet zomaar een
een kleine deur. Hoe zwaar weegt zo'n sluisdeur? Deze sluisdeur weegt 2850 ton. Daarbij heeft hij 6000 ton ballast in zich, waarmee hij eigenlijk gezonken is. Dus ze hebben hem als een boot hier naartoe gevaren. En vervolgens hebben ze de ballasttanks gevuld, waardoor hij op de bodem is gezonken van de kolk. 2850 ton, dat is dus 2850.000 kilo. Ja. En dan hebben we, dat is één deur? Dat is één deur. En nu hebben jullie er twee van? Nee, we hebben er zelfs drie. Jullie hebben drie? Ja, want in het nare geval dat een sluisdeur onbruikbaar wordt, hebben we de mogelijkheid om de derde deur uit te wisselen in deze deur. De drie sluisdeuren zijn op de Talisman, een transportschip, vanuit Zuid-Korea vervoerd naar de tweede maasvlakte. Hier zijn ze van boord gehaald door het schip gedeeltelijk af te laten zinken, waardoor de deuren gingen drijven. Deuren die drijven? Zeker. De gesloten constructie van de deur is te vergelijken met een schip. De luchtkamers die binnen in de deur zitten zorgen, ondanks het gewicht van 2850 ton, dat de deur blijft drijven. Op deze manier konden de sluisdeuren met een afmeting van 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed veilig geïnstalleerd worden en was de grootste zeesluis van de wereld klaar voor gebruik. Tim duikt in de wereld achter 's werelds grootste zeesluis in IJmuiden, die sinds 2022 in bedrijf is. Door zijn gigantische omvang houdt deze sluis maar liefst 630 miljoen liter water vast. Dat is de inhoud van ongeveer 250 Olympische zwembaden. In een traditionele sluis zijn de deuren meestal draaideuren. Maar in een sluis van deze omvang werken die niet. Ze zouden te veel water moeten verplaatsen om te openen en te sluiten. In dit ontwerp is daarom gekozen voor roldeuren, die op speciale rails in en uit de sluis kunnen rollen. Zo komen er minder krachten op de deur te staan en is er minder energie nodig om de deuren te openen en te sluiten. Dus ik zeg, kom maar binnen jongens. En dit is echt ongelooflijk, de omvang van deze sluis. Ik heb hem nu al een tijdje kunnen zien, maar nu zie je hem in werking met daadwerkelijk echt zo'n groot schip van bijna 200 meter, wat hier naar binnen komt. En als je denkt dat dit het was, nee hoor. Er komt gewoon nog een tweede schip van 200 meter, wat er ook in past. Het proces waarbij een schip door middel van een schutsluis tussen twee wateren met een verschillend waterniveau wordt verplaatst, heet met een mooi woord schutten. Van laag naar hoog heet opschutten, van hoog naar laag heet afschutten. Bij iedere schutting stroomt er 10.000 ton zout van de Noordzee via de sluis het Noordzeekanaal in. Via selectieve onttrekking wordt er zoveel mogelijk van dit zoute water terug de zee ingepompt. Te veel zoutwater is voor de omgeving van het Noordzeekanaal niet goed, vanwege de negatieve effecten op de natuur, land en onze drinkwatervoorziening. Om deze verzilting in het kanaal tegen te gaan, hebben ze dus iets briljants bedacht. En dat heet selectieve onttrekking. Zoutwater is zwaarder dan zoetwater, dus de kunst is om dit dieper gelegen zoute water terug de zee in te krijgen en het bovenste zoete water in het kanaal te houden. Een omleiding met een betonnen scherm erin moet hiervoor zorgen. Het houdt het zoete water tegen, waardoor het gemaal alleen het zoute water door een gleuf aan de onderkant terug de zee in kan pompen.